Normaal gesproken is het een drukte van je welste in de zomer in het Wantijpark tijdens Palm Parkies. Maar ja, daar wordt nu verbouwd, dus kan het festival daar niet doorgaan. Maar de organisatie heeft een ander festivalterrein gevonden. Hier in het Dordtse Biesbos, naast de Sterrenwacht. En hier, met al deze ruimte, kan het festival wel coronaproof worden georganiseerd. We hebben een hele setup daarvoor uitgewerkt. Het is zo dat mensen dit jaar moeten reserveren voor een plekje op Palm Parkies. Bij die reservering, of aan die reservering, is ook een consumptiepakket gekoppeld. Dat bezoekers kunnen oppikken op het moment dat ze het terrein betreden. Dus we hebben een tweetal pick-up points dit jaar. Ook opvallend is de plek van het podium op het festivalterrein, in het midden. Maar dat is niet zonder reden gedaan, want alle muzikanten kunnen zo tussen vier speciaal ingerichte zones optreden. Iedere zone heeft zijn eigen kleur, met rood, wit, geel en blauw. Dus in dat hele reserveringstraject heb je dus eigenlijk een zone gekozen, afhankelijk van de grootte van je groep. Dus iedere zone heeft een bepaalde groepsgrootte. Dus we hebben cirkels voor groepen van 2, 3, 4 en 6 personen. En die zijn er zo op ingericht dat je bijvoorbeeld als groepje van 4 een cirkel kan gebruiken voor 2 statische koppels. Een mooie locatie, maar ver uit het centrum. Dus mogelijk problemen met het vervoer. Er is hier wel vrij veel parkeerplaats in de buurt. Dus we verwachten dat er toch iemand per bubbel Bob zal zijn. Of dat mensen bikkeltjes zijn en een stukje kunnen fietsen. Het is wel een heel bijzonder terrein, moet ik wel eerlijk zeggen. Ik organiseer Palm Parkies al heel lang. Maar op zo'n bijzondere locatie heb ik het nog nooit gerealiseerd. Maandag is het aan de Hands on Poets om het festival af te trappen. Een week later komt Pater Moes Kroen optreden en ook de komst van de fellows is zo goed als geregeld.